maar de shows, dat is toch Papijs, maar ik kan die nog meer geld in de ploeg steken. Hè. Kom op, ga voorzitter. Geef ons dan toch die premie telkens als we winnen. Xavier, ja, dan zien we nooit een frank, hè? Allee, de zaken gingen toch goed? Waarom zit je dan zo op je centen? Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Ik heb mijn geld nodig voor een bijzonder project. Kom. Oh, en hoe heet uw project dan? Ja. Natiakje? Sofieke? Of Pascalke? Very funny, madame Gazette. Maar je zult nog anders klappen wanneer mijn naam onsterfelijk wordt. Ja, zolang uw saucissenman niet onsterfelijk wordt. Ja. Laat die premie maar zitten, voorzitter. Ah, merci. Dat is uit mijn portefeuille gevallen. Oeh, jammer, dat is van schaamde mij. Schaamde jij u niet? Dat briefje, dat is van mij. Nee, dat is van mij. Mark heeft dat van zijn plateau laten vallen. Stop dat maar gauw in de schuiven, jongens. Jammer. Dank u, schatje. Ik was dat net. Mark, breng dat terug. Helaas, hè. Mijn gedachte, zo mijn geld afpakken, kom. U geldt mijn geld, ja. Je weet niet eens dat zo'n briefje eruit ziet. Zeg, mensen zo ruzie maken om een beetje geld. Ja. Alsof je daar rijk van gaat worden. Ja, ja. Daar zie, het groot huisvuil. Paul, ze hebben een telegram voor u gebracht. Ah, oh, merci, onkel. En meestal is het nogal dringend, hè? Ja, dat weet ik. En voor u heb ik al mijn werk laten vallen. Ik ga dat maar af terug opraven. Ja, 750 frank per uur. Als je me dan nu cash wilt betalen. Zo. Zit er af, er af. Anders staan we hier morgen nog, hè. Oh, voilà. Wat een doortje! Wij zijn rijk! Oh, gedrukt met plat. Lees voor. Ik heb geërfd van papa Matonge. Oh, Paul, dat is schitterend nieuws. Wie is papa Matonge? Ja. Oh, dat is een Afrikaans stamhoofd. Ik heb die nooit eens gered van een krokodil. En sindsdien ben ik zijn aangenomen zoon. Zeg, Paul, en wat krijg je? Zijn grootste schat staat hier. Het zal vet zijn als dat Afrika komt. Pas maar op. Papa Matongi, die laat zijn schaapjes op het droge. Ja, voor zover ik weet had hij minstens 1,000,000 of 6. Zes miljoen? Zeg, die papa Dieres, die weet nog dat ik u een onkel ben, hè? Oh, vaar Dimitri. Hoe is het mogelijk zo direct willen profiteren? Dat is niet ziek van u, kameraad. Maar dan krijgen wij 6 miljoen. Oh, ja? Pieke, komt tournee-generaal. Zeg, wat betreft die 750 frank per uur, hè? Eigenlijk, hè, vraag ik 1,000 frank. Het is goed. Joehoe. Hey. Champagne ontbijt. Op bed. Oh. Oh my. Oh. Ja, hey. Nu wij miljonair zijn, kan er wel iets van af, hè? Oh. Oh, dat is een lekkere verrassing. Mm. Maar ik... Ja, we mogen ons geld niet zomaar verbrassen. Mm. Ik heb daar ook al aan zitten denken. Wij komen toch goed overeen, hè? Denkt jij aan wat ik denk? Hm? Ik denk het. Ja. Nu wil ik het toch bij u ma logeert. Niks zeggen, hè? Dan gaan ze zo wel weg. Boertje, zijn je daar? Het zal binnen en buiten zijn. Ah, dag Paul. Ik stoor toch niet? Eigenlijk wel. Ik moet met u spreken. Ja, ik heb een fantastisch idee. Ah ja? Ja, en jij gaat daar ook heel blij mee zijn. Ik ben van plan, hè, om een hele... Niet binnenlaten. En meer zielen, meer vreugd. Ah, papa, de band die ik nodig heb. Ja, ik sla er net met een voet op die domme trap van DDT. Ik derangeer toch niet, hè? Niet meer, nee. Maar ik heb fantastisch nieuws. Pascal, wat kom jij hier doen? Een bezoekje brengen aan mijn beste vriendin. Is het gepermitteerd? Jij komt die mensen hun geld toch niet afluizen, hè? Balthazar, niet alle mensen zijn zoals jij. Ja, wat denk jij van mij, zeg? Pascal, wat was uw fantastisch idee dan? Ah ja, 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 mijn idee. Ja. Wel, ik kom u uitnodigen om een koffietje te komen drinken bij mij thuis. Goed idee. Ja, dat is echt de moeite waard om dat te komen vertellen. Wat was uw nieuws, voorzitter? Ja, jij komt misschien Paul uitnodigen om een pint te pakken in het café, zeg. Ik kom Paul...
Ik kom Paul zeggen dat hij de trofee gewonnen heeft van de beste speler van de ploeg. Een trofee? Ja. Daar wist ik niks van. Ik ook niet. Moest een surprise blijven, hè, bakker? En is dat dan alles? Ja. Pascal, tot straks dan, hè? Ja. Oh ja, ja. Dag. Tot straks, Edoertje. Ja. Ja. Pascal, je ziet toch dat je die mensen degageert. Ik doe dat niet, meneer, dat zo gewenst is. Voorzitter, de deur. Het is dicht. U weet het niet waar. Ik voel dat direct echt wanneer dat zo gewenst bent. Paul, je zou toch wel even moeten luisteren. Meneer Boma. Zal ik je bellen? Ik, hè? Dag, mannetjes. Oh, ik heb fantastisch nieuws. Ah, ik weet het al. Jij gaat trouwen met meneer de Boma. Mark. Zwijg me van die profiteur. Weet je dat je nu al thuis bij Doortje en Paul zat om hun geld af te luizen? Oh, het is niet waar. En hoe weet jij dat? Ik was erbij, ja. En wat deed jij daar? Ook hun geld afluizen? Ik? Nee. Ik wil alleen dat die kinderen hun centen verstandig investeren. En ik kan ze daarbij helpen. Mark, dat is voor Doortje. Zeg maar, wat zet jij van plan? Jij gaat toch weer geen chique taverne van ons café maken? Oh, nee. Iets veel beters. Ah. Pieke, je weet toch dat ik altijd de primus van de klas was? Hè? In de afdeling snit en naad. Ja. Wel, mijn grote droom is altijd geweest modeontwerpster te worden. Mof. Ja, ja. En met de steun van Doortje gaat mij dat zeker lukken. Maar ik blijf daar af. Maar vergeet uw plan, dat gaat nooit lukken. En waarom niet? Omdat het heel moeilijk is om in de modewereld aan de bak te komen. En daarbij gaat Doortje een lening vragen om een jeep te kopen. Een jeep? Ja, dat ziet je van hier. Doortje zal dat geld zeker aan mij willen geven. Mark, wilt jij dat ons ma een eigen kledingzaak opent? Maar nee. Wilde jij misschien dat Bieke een stomme jeep koopt? Ja, ook niet. Ja, wat wilt je dan wel? Ja. Zo'n taartje. Doortje. En? Goed geslapen met miljonaresken? Ja, zeker. Dimitri, dank u. Zeg, heb je al beslist wat je met je geld gaat doen? Oh, jij verliest ook geen tijd, hè? Ja, tijd is geld, hè. En zeker in dit geval. Wel, ik heb al een idee. Jij gaat er ook tevreden mee zijn, denk ik. Oh, Doortje, hoe ga ik je ooit kunnen bedanken, hè? Weet je wat? Je krijgt 1% korting op al uw verder aankopen bij DDT OK-kaas. Heel lief, Dimitri, denk ik. Zeg, en dan ga ik nu direct naar Boma bellen dat hij mij dat filmpje eindelijk gaat verkopen, hè? Dimitri? Ja. Wacht, waarom? Ah, het is toch daarom dat je me dat geld geeft, hè? Maar nee, ik wil uw garage kopen. Garage? Voel jij wel goed, Doortje? Je weet dat wij hierboven heel krap behuisd zitten. Mijn luxe dakappartement niet beledigen. Nee, hè? Dus ik had gedacht, als wij de garage kopen, dan kunnen wij hier een schoon fermetje van maken. Een fermetje? Jij wilt een mislukte boerderij maken van mijn infrastructuur. Waarom vind je dat niet goed? Ja, je wilt me op straat zetten. En van de beste garage van de streek wil jij een kindercrash maken. Ja, maar dat is toch goed voor u? Goed voor mij? Ja, maar... Je maakt me dakloos en werkloos. En dat is goed voor mij. Luister. Met het geld dat je van mij krijgt, kun je toch een nieuwe zaak opstarten? Of je kunt bijvoorbeeld de garage van Roost overnemen. Van Roost? Maar dat is waar. Ik kan Van Roost kopen. Ja, en dan zit je ineens van de kampioenen af. Hè? Geen ruzies meer, geen pesterijen, geen ballen meer door je ruiten. Doortje. Je gaat me misschien niet geloven, hè? Maar ik heb altijd al gedacht, hè, dat deze garage een perfecte speelplaats voor Billieke zou kunnen zijn. Wil ik u een dag schotel halen? Graag. Dank u, Sjoeke. Sjoeke? Maar ik was bijna klaar met alles weg te zetten. Ik ging juist beginnen. Oh ja? Nee, echt waar. Dat kan wachten. Je moet iets veel belangrijkers doen. Oeh, het wc is toch weer niet verstopt, zeg. Je moet naar Paul gaan
en ervoor zorgen dat hij zijn centen aan mij geeft. Carmenneke, Paul zal zelf wel iets willen doen met zijn erfenissen. Paul gaat dat alleen maar opdoen aan een ozele tijden en ik ga dat opdoen aan mijn droom. Kom. Oeh, maar deze winkel was toch uw droom? Droom? Nachtmerrie, ja. Al die zagenventen die hun gazet komen kopen en dan dat gezaag over het weer en hun prostaat. Moet ik hier geen moment rusten? Maar dat heb ik toch altijd gezegd? Ja, hadden mij dat niet kunnen doen luisteren, een ozelaar? Ja, wat wilt je dan doen in de plaats? Iets fantastisch, iets ongelooflijks. Iets voor mijn klein boeleke en al zijn vriendjes. Gaat je het café overnemen? Ik wil hondenkapster worden. Hondenkapster? Jij? Ja, waarom niet? Ik knip toch al 20 jaar uw haar? Maar voor het haast, voordat al die andere kampioenen met de centen weg zijn. Ja, maar Carmenneke, hondenkapster, daar moet je een opleiding voor gevolgd hebben. Hè? Ah, wel? Ik zie graag hondjes en ik zit graag bij de coiffeur. Wat opleiding moet dat dan nog zijn? Hm? Allee, kom. Zeg, man. Stel u eens voor dat Paul u wel wil helpen, maar Doortje niet. Laat Doortje maar aan mij over. Allee, vooruit, haast u. Of ik zal mijn nieuwe ander chapeau eens op u uitproberen, hè? Aha, papa. Ik ben blij dat ik je zie. Ja. Verdomme, maar mijn voet, dat wordt serieus. Ik zal moeten een goede masseuse opzoeken. Ja, ik heb niet te veel tijd, hè. Waar is de trofee? De trofee van de beste speler? Ah, ja, die trofee. Ja. Oei, ja. Voilà, wat is dat? Dank u, denk ik. Hè? Ja, papa, allee, ik moet het u bekennen. Ik wil bij u over iets heel anders praten. Ik had al zo'n voorgevoel, hè? Ja, pas op. Wat ik u ga laten zien, is iets ongelooflijks, hè? Iets... incredibel. Pak mij de woorden uit de mond. Je bent de eerste kampioen aan wie ik het laat zien, hè? Ben benieuwd. Oh. Wat zeg je daarvan? Voorzitter, dat is uniek, hè? Mijn gedacht. Kijk, kijk. Wat gaat Billieke daarvan zeggen? Billieke? Oh ja, maar die gaat in de wolken zijn. Dankjewel, voorzitter. Hey. Ik ben nog een grotere kindervriend als Michael Jackson. Ja. Ik ben wel niet met de wagen. Kan ik dat vanavond komen ophalen? Hele. Dat spel gaat hier niet buiten, hè. Oh. Ah, je zegt juist dat speelgoed is voor Billieke. Speelgoed? Ja. De maquette van mijn pretpark. Ah. Jij bedoelt dat je dat meent? Ah, natuurlijk, hè, ja. Ah, als ik begin met dat Bomaland, gaat er niemand nog naar Disneyland. Amusement voor jong en oud, hè. Kijk, hier kun je een bootje varen, fietsje. Ja. En een paard rijden daar al. En kijk. Hé, pas op, nog eens. Draaibolen, vierbolen. Dag, de boom had hapje getent. De mensen weten dat al en zo, hè. Lekker, ja. En daar komen ze binnen, hè, de ingang. Die parking borrelt elkaar, zijn al, hè. En hier, kijk. De Boba Flying Cervola. En daar ben ik mijn standbeeld al gezien. Ze wordt voor mij een succes incroyable, mijn vriend. Ik hoop het voor u. Ja, en ik laat u meegenieten van mijn succes, hè. Ah ja? Manneken, als je zou weten hoeveel investeerders dat er hier al over de vloer zijn gekomen. Omdat jij mijn beste speler en ook mijn vriend bent, krijg je geen aandelen. Ah ja? Voor 6 miljoen. Wat denk je daarvan? Oh. Ja, dat is nogal onverwacht. Uw papa, Congo daar, zou nog wel gelukkig geweest zijn als hij zou geweten hebben dat zijn geld naar zo'n nobel project zou gaan. Denk je dat? Pascal? Ga Doortje, kom maar naar de living. Maar ik krijg krampje. Ja, Markske, blijf nu nog even stilstaan, ik ben bijna klaar. Mark. Gaat jij trouwen? Nee, het Doortje, dat is voor u. Voor mij? Ja, ik ben direct klaar. Ah! Oh, fama, Markske, zie nu toch eens wat je gedaan hebt. Oh, je hebt me pijn gedaan. Ja, zeg. Zeg, Pascal, wat zet jij van plan? Ma, krijg ik nu mijn taartje? Ja, dit is goed. Doortje, zit u. Ah.
Doortje, ik ga stoppen met café. Echt waar? Ja. En wat gaat je dan doen? Ja, ik ga mijn jonge meisjesdroom realiseren. Een boutique beginnen met eigen creaties. Haute couture. Amai. Zeg maar, dat is niet gemakkelijk, hè? Nee. Maar met een klein beetje hulp van mijn beste vriendin zal me dat zeker lukken. Maar ik zie niet wat ik kan doen. Nee. Maar nee, Doortje. Ons ma die wil gewoon uw geld. Mark, zwijgt. Ik ga die taartje boven verder opeten. Ja, maar... Soms heeft hem toch geen manieren, hè. Maar wat vind je van het idee? Het idee vind ik goed. Ja, Doortje, ik wist dat jij mij zou begrijpen. En weet je, je moet echt niet denken dat ik alleen op je geld op uit ben, hè. Oh, nee, hè. Dat trouwkleedje, hè, dat maak ik speciaal voor u. Ja, zomaar. Wacht. Helemaal gratis. Maar kijk, ik wil u wel helpen, maar er is één probleem. Ah ja, Paul, zeker. Ja, die zullen we natuurlijk moeten ontpraten, hè. Maar dat is toch Doortje. Ja, Dimitri zei dat je hier zou zijn. Oh, zeg. De sjoeke. Ja. Oh, lekker. Carmen, dat taartje dat is voor Doortje bedoeld. Sorry, hè. Gierige pin. Doortje, ik moet dringend met u klappen. Ja. Jij kunt mijn droom doen uitkomen. Oh. Gaat jij ook met een boutique beginnen? Een boutique? Natuurlijk niet. Wie wel misschien? Ja, ik. En het spijt me, Carmen, maar gestoord ons in ons gesprek, hè, Doortje. Jij een boutique? Ja. En wat gaat jij verkopen? Ga bijten voor het nonnenklooster, zeker? Nee. Eigen ontwerpen. Voor dames met stijl en klasse. Dus jij zult er zeker een goesting niet vinden. Wat kun jij maar kleren ontwerpen? Coco Chanel van het zevenste knoopsgat. Ja, wel meer dan jij. Oh ja. Ja. Voor dat hier, zeg. Ja. Voilà. Zie maar eens. Hé? Eh? Ja. Ah, wel ja. Wat zeg je nu, hè? Eh? Ik neem mijn woorden terug. Dat is geen kleed voor de nannetjes, maar voor de pussycat. Dat is nog niet helemaal laf, hè? Nee, ja. Kom, ga jij nog wat verder. Dan kan ik met Doortje verder klappen over de lening die ze mij gaat geven voor mijn nieuw hondenkapsalon. Hé, Doortje? Hondenkapsalon. Oh, maar daar komt niks van in huis, want Doortje gaat mij een boutique financieren. Oh ja, dat zal pas zijn. Bij Pascalke, de eerste kleerwinkel voor naturisten. Ja, en jij, hondenkapser. Die beesten worden waarschijnlijk levend groter dan jij zonder de droogkap steken. Jij kent al even weinig van hondjes coiferen als van kleren maken. Ja, maar jij, Carmen, jij gaat... Luister, ik heb... Zeg, wat gebeurt er hier? Wie mijn hondenkapsalon afpakken? Ja, maar ik heb Doortje eerst om die lening gevraagd. Maar zeg, zijn jij niet beschaamd? Zo ruzie maken over dat geld en dat waar Doortje bij zit. Dat is niet erg beter. Ja, waar moet jij feitelijk mee? Snotneus! Met uw gebrek aan manieren. Allee, jij bent precies twee pubers. Wat moet Doortje wel niet van u denken? Ja, excuseer dit, Doortje. Ja. Ja, zie, kan ik daaraan doen dat Pascal zo koppig is? Ik begrijp het, trek het u niet aan. Doortje, want... laat ze er niet zo gemakkelijk van afkomen. Als ik van u was, hè, dan gaf ik het geld aan geen van hen beiden. Maar dat is juist wat ik al heel de tijd probeer te zeggen. Ik kan het geld aan geen van de twee geven, want ik heb zelf plannen. Oh, ja, ik ga de garage van DDT kopen en daar een fermetje van maken. Dus jij hebt mij heel die een uitleg voor niks laten doen. Ja, en ik ging u net een lening voor mijn jeep vragen. Ik had nooit gedacht dat jij zo'n egoïste waard. Ja? Koekoe. Xavier. Yep. Wat kan ik voor u doen? Voor mij niet veel. Maar voor ons Carmen wel. Ah, laat me eens raden. Ze heeft geld nodig. Hm? Yep. Oh. Jij kunt gedachten lezen, zeker? Boma heeft ook al geprobeerd mijn erfenis af te troggelen. Dus nu wat? Zou je geloven dat hij van plan is zijn eigen pretpark op te richten? Hè? Dus nu Boma-land. Ja. We hebben... En de eerste die een Boma-worst binnenkrijgt, die... Maar gratis binnen. Zeg maar, ons Carmen heeft het al bijna even erg te pakken, hè. Nu wil hij toch absoluut een hondenkapsalon beginnen, zeker? En ik moet dat subsidiëren. Ja. Je gaat dat toch niet doen, hè, Paul? Ja, maar ik heb al last genoeg mee neerroken alleen, hè. Hey, maak je geen zorgen, Xavier. Carmen die krijgt geen cent van mij. Merci. Als er iemand van de vrienden niet zou krijgen, maar dan zou jij toch zijn. Ja. Wat zou ik met al dat geld gaan beginnen, hè? Ja, weet ik veel.
Een brouwerijke misschien? Ja. Een brouwerij. Ja, dat is nogal een idee, zeg. Maar als er iets is waar ik alles over af weet, dan is dat toch wel bier, hè? Oh, je moet natuurlijk nog een naam vinden voor uw bier. Ja, maar dat is gemakkelijk, hè? Ja? Ja, de Gouden Xavierius. En dan moet je al dat bier zelf proeven, hè? En alle dagen cafés bezoeken om mijn merk te verkopen, hè? Dat klinkt als perfecte leven voor u. Ja, maar je hebt gelijk, hè, zeg. Ik ga daar direct mee beginnen, zeg. Pardon? Ja, en dat ik dat allemaal aan u zal te danken hebben, zeg, hè. Jij bent zo'n vriend, hè. Ik zei dat maar om te lachen. Tja, dat lijkt niet erg op de trippels die ik ken, zo. Toch. Ah, dat is precies gepekelde pater. Oh, ik zal er nog wat suiker bij doen, zie. En? Succes? Bah, ik weet niet. Het is nog een beetje zuur. Zuur? Ah, Sjoeke. Jij al thuis? Wat is er zuur? Het geld van Paul, hè. Zuur verdiend. Doe zo'n nozel niet, hè. Heeft hem ja gezegd? Ja en nee. Ja, maar wat is het nu? Dat stinkt hier zo. Dat is precies rot fruit. Ja, ik weet niet. Ik reek niks. En wat zijn er nu weer bezig? Handleiding voor de beginnende brouwer. Het is toch niet waar, zeker? Experimentje. Ja, geeft Paul ons nu dat geld, ja of nee? Een beetje. Speel niet met mijn voeten, hè. Ja, Sjoeke, je moet begrijpen dat hem er zelf mee afgekomen is, hè. Het is niet mijn schuld. Dus je hebt het allemaal weer om zeep geholpen, hè? Ja, maar Carmenneke, kan ik het helpen dat hem zijn geld liever in een brouwerij steekt dan in een hondenkapsalon? In een brouwerij? Oh. Een brouwerij? Wilde jij zeggen dat jij... Ja, ik heb nog gezegd, Paul, doe het niet. Ons Carmen zou het zo graag... Hij wilde niet luisteren. Dus jij wilt zeggen dat ik mijn hondenkapsalon kwijt ben door u... Brouwerij! Ja, maar... Paul kon het evengoed aan Boma gegeven hebben, hè, voor zijn Bomaland. Stel u voor, een pretpark over Boma. Allee, wie gaat daar nu naartoe gaan, zeg? Hey. En de eerste die een Boma-worst binnenkrijgt... Die mag gratis binnen. Dus jij brouwt bier? Ja. En hoe heet het? Gouden Xavierius. Oh, schone naam. Ja, hè? School. Jij wilt toch niet dat... Tot de laatste druppel. Ja, Carmen. Ja, je gaat toch niet zeggen dat je niet van je eigen product wilt proeven, hè? Dat is slechte reclame, hè? Allee. Ik denk toch dat ik ga proberen om Paul om te praten. Ah. Zo. Yep. En tot hier, dat is dan 3,50 meter. 3,50. Ja, en dan van hier. Ja, oké. Ja. Okay. Zo. Dat is 2 meter. Ah nee, 2,70 meter. 2,70. Ja. En Paul? Paul. Ja, wat zijn het gaan doen, Doortje? Het had eigenlijk een verrassing voor u moeten zijn, maar... Ja, we waren aan het zien dat we uw bed konden plaatsen. Mijn bed? In die vuile smeerboel hier? Zeg, stond ga, ja. Ik had het u eigenlijk liever op een andere manier verteld, hè, maar... Ik heb besloten dat we de garage van DDT gaan kopen om er een fermetje van te maken. Zeg, je hebt toch een verstandig vrouwke, hè? Een fermetje? Van dit hier? Ja, kijk. Dat wordt hier dan zo de slaapkamer, zo. En dan hier de living. Ja, en hier, hè? Hier komt de open haard. Wat vind je? Dat kan niet doorgaan, hè, Doortje. Maar waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat ik besliste dat we met het geld een wereldreis met de motor gaan maken. Wat blieft? Heb je verstand verloren, zeker? Ik heb al wat informatie ingewonnen in zo'n avonturenreisbureau. Doortje, het zal fantastisch zijn. We kunnen dan zonsopgang in de Himalaya en we gaan duiken in de Rode Zee en dan safari in Kenia. Ja, dat kun je toch ook op tv zien? En Billy dan? Die nemen we mee. We kopen een motor met zijspan.
Ik kruip van mijn leven niet meer op een motorfiets. Voilà, nu hoort het van iemand anders, hè. Nonkel, moet je niet, hè. Doortje, doen is niet zo flauw. Het is de kans van ons leven, nu hebben we dat geld. En met dat geld gaan we de garage van DDT kopen. Ik wil een huis, Paul. Doe niet zo bekrompen. Bekrompen, omdat ik een beetje zekerheid in mijn leven wil, zeker. Kom. Je kunt alle zekerheid krijgen die je wilt, hè, als wij terug zijn van ons avontuur. Maar ik wil niet op avontuur. Doe eens niet zo truttig. Aha, ik ben een trut. En jij bent een dikke egoïst en ik wil u nooit meer zien. Doortje, ik heb dat niet zo bedoeld. Ja, wel. God. Liefde kan toch plezant zijn, hè. Paul, ik wil... Jij eerst. Nee, jij eerst. Wel, ik heb zitten nadenken. En je hebt gelijk. We zouden beter de garage kopen met het geld. Nee, Paul, jij had gelijk. We gaan op wereldreis, want... We krijgen die kans maar één keer in ons leven. Dat kun je niet weten, hè? En het is waar, ik was egoïstisch. Ik moet meer aan u en aan Billy denken. Alsjeblieft, Paul. Ik was de egoïst. Ik heb het recht niet om uw dromen te saboteren. We gaan op wereldreis en daarmee uit. Doortje, zijn u niet koppig, hè? We kopen die garage om achter, vermetten van. Ja, wie is er hier de koppigaard? Ik wil u zin geven. En ik wil u zin geven? Ja, waarom maken we dan ruzie? Dat weet ik niet, maar ik zou er wel graag mee ophouden. Ja, ik ook. Geef me dan een kus. Geest! Kom hier, zotteke. Oh, Paul. Weet je wat we doen? We zetten het geld op een spaarboek en dan denken we er samen eens heel goed over na wat we ermee gaan doen. Akkoord. Oh. En dan gaan we nu lekker vrede sluiten. Ja. Hallo. Ja. Ja, ik verwacht een zending uit Burkina Faso. Wat? Wat? Silas. Silas, s'il vous plaît. Ik zit al met de stress op mijn stembanden en je bent nog allemaal door elkaar aan het brabbelen. Ja, zeg dat tegen mijn dochter met haar stomme jeep. Stomme jeep? Die jeep, hè, die kost nog het minst van al. Het is heel logisch dat Doortje mij helpt. Ja, die jeep is alleen voor u bedoeld. En ik kan andere mensen daar nog gelukkig mee maken. Ja, maar ik ook. Ja, vergiftigen, ja. Met uw bruidplannen. Kan ik eraan doen dat ik Paul gisteren niet meer gevonden heb om hem te gevonden? Zaaijat, meis. Ik heb een oplossing. Maar je moet een beetje van goede wil zijn. Oei, oei, het zal weer wat zijn. Iedereen weet het nu, hè. Ik ben van plan om een superdeluxe Bobaland pretpark op te richten. Ja. Bon. Iedereen kan daar toch een beetje van mee van profiteren. Ja, maar Balthazar, ik volg u toch niet. Nee. Ah, nee? Allee. Wie zegt er nu dat er in mijn pretpark geen plaats is voor de haute couture boutique? Voor de mamakers die willen meekomen? Hé, oh. Hé, en ik dan? En een salon de coiffuur voor rondjes die met de mamakers meekomen. En je zult cafés nodig hebben, hè, die bier verkopen. Zeg, mijn gouden Xaverius. Voilà. Zeg, dat bier van onze Xavier gaat heel goed bij uw borsten passen. Zeg. En mijn jeep? Ja. Ik zal jeeps nodig hebben voor mijn personeel. Dus een jeepje meer of minder zal daar toch niet op aankomen. Allee, wat denk je van? Aha. Ja, er zit wel iets in, ja. Als ik het beste plaatsje krijg. Bon. Is iedereen tevreden? Ja. Nee. Ik niet. Waarom die? Ja, ik krijg niks. Dat is toch niet eerlijk? Zeg, Calimero. Je vraagt ook niks, hè? Ja, maar zeg, dat is nog geen reden om mijn markt te benadelen. Wel, hij mag met dat treintje rijden. De conducteur op de Boma Express. Voilà. Oh, dank u, meneer Boma. Dus ik vraag dus aan Paul en Doortje dat ze dat geld via mij lenen voor ons allemaal. Ze simpele con bonjour. Ja, ik heb goed nieuws, hè. We gaan diegene dan brassen weer maken voor dat geld van u weg. Ah, dat is maar best ook. Ja. We willen het allemaal samen van u lenen. Ja. 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 Maar wacht. Ja, wacht. Zeg, Paul. Ja, wacht. Wacht maar, Paul. Doortje, ik heb een optie genomen op de garage van Roost. Hè? Als je me dan nu die erfenis wilt overhandigen. Allee, ik bedoel lenen zonder interesse. Ja, wij waren niet. Ja, wij. Ja, maar ik ben familie, hè. En ik heb al geld uitgegeven. Dimitri heeft gelijk.
Wij kunnen niet anders dan die erfenis aan hem geven. Ah, dat is serieus, hè? Ja, maar hij heeft zich al in kosten gestoken, dus... Voilà! Cadeautje, je bent een schat. Ja, normaal gezien had ik nu een tournage in de al gegeven. Maar ja, je zult waarschijnlijk te teleurgesteld zijn om dat te kunnen appreciëren. Voilà, onkel. De erfenis. Oeh, de erfenis. Ja? En mijn 6 miljoen? Die blijft in Afrika. Dat is de grootste schat van papa Matonge. Oh. Ja, Dimitri, dan wist papa Matonge toch dat jij familie waard.